Mijn naam is Yvonne Klaassen en dit jaar neem ik jullie mee in een aantal vlogs in een kijkje achter de schermen van de organisatie van de Onderwijsdagen 2018. Vandaag neem ik jullie mee naar de nieuwe locatie 1931 in Den Bosch. Samen met de programmacommissie en de organisatiecommissie gaan we kijken welke mogelijkheden de nieuwe locatie biedt. Noor en Jelmer zitten samen in de programmacommissie. Laura en Jean-Marie Renske zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Surf Onderwijsdagen. We zijn gearriveerd in Den Bosch en vanaf het station Den Bosch is het ongeveer 10 minuutjes lopen naar 1931. En tadaa! Daar is 1931. We zijn er, in Congrescentrum 1931. En we krijgen een rondleiding van Marissa Ros. Marissa vertelt over de mogelijkheden om het centrale plein in te richten. Handige input voor het netwerkplein en de Surf Experience. De zalen parallel aan het centrale plein, de Dexters, zijn bedoeld voor de parallelsessies. Marissa laat de mogelijkheden zien die de ruimtes bieden. En we willen een van deze zalen ook nog voor iets anders gebruiken. Waarvoor precies? Dat houden we nog even geheim. De Limousin is een van de grote zalen. Perfect voor bijvoorbeeld de keynotes en andere interactieve sessies. Zo collega's, wat vonden jullie ervan? Toppie! Toppie.